Wanneer de armoede toeneemt in crisisperioden, sterft de voedselveiligheid. Het is daarom verwachtbaar dat er veel meer dumpgoederen op de schappen zullen komen. Dit zegt Ricky Stuttgart, hij is voedseltechnoloog, vandaag in het kader van de Internationale Dag van de Voedselveiligheid. Hij geeft aan dat er steeds meer levensmiddelen van slechte kwaliteit worden verkocht. Ik maak me persoonlijk zorgen over de voedselpakketten die tegenwoordig verkocht worden dan wel verstrekt worden. Omdat ik me afvraag als de controlemechanismen van Suriname, en dan denk ik bijvoorbeeld aan het BOG, als zij dus wel de gelegenheid krijgen om die producten te controleren. Ik denk van niet, omdat je vaak hoort dat er vervallen producten tussen die voedselpakketten zitten. En dat is dus een heel groot probleem, want de mensen die dus meestal die voedselpakketten kopen, zijn net de mensen, de arme mensen. De mensen die dus moeilijk naar de dokter kunnen gaan, die moeilijk een dokters een kaart hebben of kunnen krijgen. En de mensen die al kwalitatief minder eten, hun kwalitatief slechtere levensmiddelen consumeren. En net die mensen krijgen dus dan die voedselpakketten waar eventueel vervallen producten ertussen zijn. En dat is een kwalijke zaak. Stuttgart begrijpt dat het moeilijk is om de voedselveiligheid in deze periode te waarborgen. Zo wijst hij erop dat behalve dat verpakte goederen voorzien moeten zijn van een etiket met een vervaaldatum en productiedatum, er ook andere aanwijzingen zijn die van belang zijn. Verder moeten ze kijken dus naar het materiaal. Als er bijvoorbeeld blikjeswaren zijn die bol staan, die beschadigd zijn, die een zuigend geluid geven, dan betekent dat het product al vervallen is en dat moeten ze niet accepteren. Als ze bij wijze van spreken vlees, vis kopen, dan moeten ze nagaan, heeft het een afwijkende kleur, heeft het een afwijkende geur. Als het een afwijkende kleurgeur geeft, dat betekent dus dat het al in ontbinding is. Van vis is bekend dat je erop kan drukken. En als bijvoorbeeld je lichtjes druk en je vingerafdruk is te zien, dat betekent het dat vis al in ontbinding is. Ze moeten vis kopen dat in de koelkast op ijs wordt bewaard, laat maar zo zeggen. Ze moeten vlees kopen dat koel gehouden wordt. Als ze vlees hebben die dus gewoon op de tafel wordt verkocht, moeten ze dat niet accepteren. De Internationale Dag van de Voedselveiligheid is in 2018 door de Verenigde Naties ingesteld. Het doel is om aandacht te vragen voor de mensen die voedingsmiddelen consumeren, waarvan ze ernstig ziek worden en soms zelfs doodgaan. Met deze dag wil de Verenigde Naties ook bevorderen dat het produceren, verwerken, transporteren en verkopen van voedselproducten op een verantwoordelijke wijze.